King Carnegie wil je als magnaat je imperium graag uitbreiden. In de geest van de heer Carnegie wil je echter ook doneren aan de gemeenschap. Lukt het je om beide op een goede manier te combineren en zo te bewijzen dat jij in zijn voetsporen kunt treden? Carnegie is een ontwerp van Xavier George en wordt uitgegeven door Hot Games. Zij geven aan dat het geschikt is voor 1 tot 4 spelers vanaf 12 jaar en een speelduur heeft van 120 minuten. Je imperium wordt aangestuurd vanuit verschillende afdelingen in je kantoor, met elk een eigen taak. Jij bepaalt welke afdelingen in jouw kantoor komen. Als je aan de beurt bent, kies je welke soort afdeling actief wordt. Niet alleen voor jou, nee, voor iedereen aan tafel. Zo kun je medewerkers naar andere afdelingen verplaatsen, je kunt ontwikkelen of ontroerend goed bouwen, waarbij je arbeiders naar plekken in Amerika uitzendt. Welke afdelingen activeer je? Een lastige keuze, zeker omdat het ook bepaalt uit welk deel van Amerika iedereen de arbeiders terughaalt. En dat bepaalt weer de inkomsten uit jouw fabrieken. Je medespelers profiteren van jouw keuze en jij hopelijk ook van die van hen. Denk dus goed na over waar je energie in steekt. Carnegie is een ontwikkelingsspel met originele concepten. Doordat elke beurt alle spelers acties uit mogen voeren, blijft iedereen steeds betrokken. Vele mogelijkheden en keuzes ontsluiten verschillende wegen naar de winst. De hieruit voortvloeiende strijd zie je ook mooi terug op het gemeenschappelijke spelbord. Houd je concurrenten maar goed in de gaten, voordat je plannetjes ineens gedwarsboomd worden.